Bij Geen Stijl krijgen we regelmatig ingezonden brieven. En vandaag is het tijd om eens kennis te maken met de man achter zo'n ingezonden brief. Ik wil u graag wat vragen. Dat mag. Dat is mooi. We hebben wel een brief gekregen van u. Dat klopt. Hoi. Heb je heel even. Hoi. Tom. Hey, Manfred Gubbels. Hey. Aangenaam. Je had ons een brief geschreven of de foto's van uw zoon eraf mochten. Mm-hmm. Ja, dat gaan we niet doen natuurlijk. Nou, wat er gebeurt is doordat u een foto plaatst... waarbij er niet in de context gekeken wordt waar die foto gemaakt is... Of je haalt een beeld uit een filmpje zelfs. Nou, de foto is op zich vrij duidelijk. Maar hij komt ook een Albert Heijn uitlopen en naar eigen zeggen slechts met 3 pakjes sigaretten. Dat klopt. Hoe weet u dat het slechts 3 pakjes sigaretten zijn? Nou, dat heeft hij, kunt u op de beelden zien. Dat heeft de politie ook geverifieerd en dat heeft hij ook verteld. Dus daar gaan we dan ook vanuit. Ja, misschien is hij al 10 keer heen en weer gelopen. Dat zijn uw woorden. Maar ik bedoel, wat is nou het verschil tussen een pakje sigaretten of daar een steen door eruit gooien? Maar... Het blijft allebei, doet hij mee aan die rellen. Hij loopt voorop met zijn kop en hij loopt te lachen ook. Nee, hij liep niet voorop. Hij was een van de jongens die helemaal geen hooligan is. Maar die helaas wel in... Wacht even, hij doet mee aan die rellen, hè? Hij doet niet mee aan die rellen. Hij komt zelf de Albert Heijn uitlopen met een pakje sigaretten in zijn handen. Zo kan hij dan niet meedoen aan die rellen. Nee, hij doet niet mee aan die rellen. Het is jammer dat die nuanceverschillen niet... Maar kunt u dat nuanceren, wat het verschil is dan? Nee, dat ga ik niet doen. En ik denk dat we hier niet te laten. Hij komt heel vrolijk een Albert Heijn uitlopen met pakjes sigaretten. Hoe kunt u dan beweren dat hij niet meedoet aan de rellen? Nou, ik vind het een groot nuanceverschil of iemand dingen vernielt. Daar ben ik zeker geen voorstander van. Ik vind dat iedereen de schade die hij berokkent moet betalen. Maar wanneer een... Dus hebben ze 3 keer €5,20 van een pakje sigaretten? Los ervan. Ik bedoel, dan mag je er best een boete overheen. Daar gaat het helemaal niet om. Het verschil met een heleboel mensen is dat hij dus inderdaad dom naar binnen loopt, naar buiten gaat en een paar pakjes sigaretten meeneemt. Geen goed woord voor. Maar doordat hij natuurlijk lachend ook nog in een kamer staat, zoals hij ook de mensen opneemt, wordt hij als beeldwerk neergezet voor de hooligan. En daar is waar ik op ageer. Blijf dan weg. Omdat is domme naïviteit van jonge mannen. Nee, dat ben ik helemaal niet eens. Maar het is nu aan de rechter om daar zijn oordeel over te vellen. U had het ook nog over comments die weggehaald moesten worden. Dat zijn mensen die dat er zelf onder zetten. Dat is toch gewoon een vrijheid van meningsuiting. Dat doen we toch al jaren in Nederland. Dat klopt, maar die comments die zijn ook weer niet gebaseerd op feiten. Kijk, dat kan elke ouder zeggen. Ach joh, het waren maar 3 pakjes sigaretten. Hij deed niet mee. Hij liep er wel bij. Ik praat het gedrag van mijn zoon niet goed op dat moment. Maar ik wil graag de nuance aanbrengen over wat men doet, of men wel of niet dingen vernielt. En verder laat het over aan de rechterlijke macht. En dat wil ik het echt bij laten. Gaat u nog stappen ondernemen naar ons om die foto's alsnog te laten verwijderen? Nee, dat denk ik niet. Ik bedoel, ik heb dat vriendelijk en volgens de normale procedures aangegeven. En ja, ik hoop dat u daar verstandig mee omgaat. Ja, dat doen we dus niet. Want wij zijn van mening dat hij wel degelijk fout zat. En dus daardoor dus ook gewoon met zijn kop erop hoort. Ja, oké. Okay. Maar u veroordeelt dus mensen zonder dat u ze hoort en zonder dat... Nou, als Raoul er is, dan praten we ook even met hem. Nee, maar dat gaat het niet om. Nee, het gaat mij om dat u dus een eigen beeld neerzet. Zonder dat u dus... Ja, maar wat voor ander beeld valt er neer te zetten als iemand vrolijk met een fles drank in zijn hand op de foto staat, met pakjes sigaretten Albert Heijn uit komt lopen, dan kan niemand anders concluderen dat je gewoon aan het meerellen bent. Nou ja, dat is uw conclusie. Het is niet een beetje makkelijk om het voor uw zoon op te nemen. Ik vind het wel netjes dat u die brief schrijft, maar kan hij zelf niet een brief schrijven? We hebben het samen gedaan, uiteraard. Waar is Raoul nu? Bij deze wil ik het graag laten. Maar waar is Raoul? Kunnen we even weer door bij hem halen? Bij deze wil ik het graag laten. Kunnen we Raoul niet even spreken? Nee, dankjewel. Echt niet? Nee, dankjewel. Hij werkt hier wel, hè? Nu niet. Wat denkt u dat hij voor straf krijgt? Dankjewel. Maar wat denkt u dat de rechter doet? Dat weet ik niet, dat zullen we afwachten. Ik ben zo benieuwd wat zijn straf die thuis krijgt. Dan moet u bij de rechter gaan zijn. Nee, maar bij thuis. Hoe zit het thuis nou? Dankjewel. Hij kan wel heel goed doordraan met deze meneer. Dat... Het is wel sportief dat u even de tijd neemt om ons te woord te staan. Ja. En ja, we halen ze niet weg. Ja, als ze niet weg. Is dat niet een privacywetgeving die dat ook verplicht? Maar... Nou ja, ik zou zeggen, zoek het uit. Ja. Komen we er vanzelf achter. Misschien komen we elkaar nog een keer tegen. Misschien komen we elkaar nog een keer tegen. Hey, dankjewel. Okay, dankjewel. Fijne dag.